is ophef in de wereld van de kunst. Er is namelijk een nieuwe Banksy opgedoken. Banksy is het pseudoniem van een kunstenaar, onbekende kunstenaar. Niemand weet eigenlijk wie dat is. En die heeft in een Engels plaatsje, Cheltenham, nu een nieuwe afbeelding op de muur gekliederd. Met graffiti is dat dan hem gespoten als het ware, gedrukt. En je ziet hier eigenlijk drie mannen die een telefooncel aan het aftappen zijn op de muur van een woonhuis. Het zijn altijd een beetje maatschappijkritische afbeeldingen die Banksy maakt. En de grote vraag is nu, is dit een echte Banksy? En als dat zo is, dan is de eigenaar van het woonhuis behoorlijk blij. Want dan is haar huis meteen een paar ton meer waard geworden. Want die Banksy's die zijn ontzettend veel geld waard. De reden dat het in Cheltenham is, is wel een beetje duidelijk. Want het is namelijk om de hoek bij de Britse inlichtingendienst. En dit lijkt mij een maatschappijkritische afbeelding wat betreft het aflopen. Maar sowieso een huis met een telefooncel ervoor is al antieke waarde. Ja, precies. Ja. Dus het is alles bij elkaar is de schitterende afbeelding. Ja. Ja, een paar ton is het huis dus meer waard nu door die Banksy-afbeelding. Dan naar de goede doelenloterijen. Je kent ze wel, de loterijen die een flink deel van de inkomsten afstaan aan de goede doelen. Sympathiek. Alleen één onderdeel van die goede doelenloterijen staat de goede doelenloterij nu een klein beetje tegen. En dat zijn de goede doelen. Want als het aan hen ligt, gaan ze minder geld afdragen aan goede doelen. Ze zeggen we willen aantrekkelijker worden. Nou, kijk maar even, ze willen hun afdracht naar 40% verlagen. Dus 40% van de inleg gaat nog maar naar goede doelen als het aan hen ligt. Dat is nu nog 50%. En 10 jaar geleden was dat nog zelfs 60%. Ja, dan denk je, dat is lullig voor die goede doelen. Dan krijgen ze minder geld. Maar dat is dus niet zo. Dat is wel grappig. Als er minder geld gaat naar de goede doelen, gaat er uiteindelijk meer geld naar de goede doelen. Die redenering kan ik niet helemaal volgen, maar zij zeggen, kijk, als je meer prijzen hebt, dan krijg je meer deelnemers. En uiteindelijk blijft dan dat bedrag voor dat goede doel blijft hetzelfde. Ja, hoezo kan je dat niet volgen? Dat kan, dat zou toch kunnen? Ik kan het niet uitrekenen nu, maar het zou toch kunnen? Het zou kunnen, ja. Als er meer geld naar de... Ze leveren meer op, dus blijft er meer geld als over. Als ik denk dat ik 1 miljoen zal winnen in plaats van 500.000 en daardoor meer loten koop, dan krijg je toch ook meer geld voor de goede doelen? Dat zou kunnen. Ik heb even teruggerekend en het lijkt mij het beste dat er helemaal geen geld meer gaat naar de goede doelen. Dan blijft er uiteindelijk het meeste geld over voor de goede doelen. Teven, staatssecretaris, moet nu gaan beslissen of dit ook allemaal doorgaat. Dan, het internet stond vandaag een klein beetje op zijn kop door een opmerkelijke tweet van een 14-jarig Rotterdams meisje. Gistermiddag heeft zij die nogal dreigende tweet gestuurd naar American Airlines. Ze zegt daar, hallo, mijn naam is Ibrahim, ik kom uit Afghanistan, ik ben onderdeel van Al-Qaeda en op 1 juni ga ik iets ergs groots doen. Doei, zegt ze erachteraan. Nou, American Airlines kon daar niet echt om lachen. Tweet ook meteen terug dat haar gegevens naar de FBI en de beveiliging zouden worden gestuurd. Het grappende meisje schoot meteen in de vlekken uiteraard. Heeft nog geprobeerd haar excuses aan te maken. Schuld af te schuiven op een vriend van haar. Is allemaal niet gelukt. En vandaag is zij ook aangehouden door de Rotterdamse politie. Die hebben dat ook bekendgemaakt op haar Twitter. Ja, het is best wel een treurig verhaal. Het is niet duidelijk of het meisje nu ook moet blijven daar. In ieder geval wilde de politie heel even haar verhaal weten. Dan nog even de opmerkelijke virals van dit weekend. Deze jongen heeft iets te vertellen aan de media. Niet deze jongen, maar wel Jamie. Hè, zoals die naam daar staat. Mooi uitgespeld. Hij heet dus Jamie. En de pers vraagt hem of hij zijn naam even wil spellen. En dat vindt hij echt, dat vindt hij heel belangrijk. All right. First thing, can I have you say your name and spell it? Yeah, Jamie. J, capital J, with a hook, straight line, under curve, to the left, up top, line straight, A, slash, pretzel stick, slash down, to the left, A, pretzel stick, cut, slash down, tree branch to the right. Chalk to the A. Double MIERAGSDALE. Jamie Ragsdale. Ja, langste aflevering van Lingo Ever gaat het worden. Het is de tweede maandag van de maand. En dat betekent traditiegetrouw natuurlijk kattenfilmpjes. Hè? Dat scoort als een tierenlier. Er is weer een nieuwe op internet gekomen. Ditmaal een filmpje van ene A van Buren. Die wilde erg graag eens laten zien hoe hij zijn hit schrijft. Ah. Ja, kwestie van tijd natuurlijk voordat dit filmpje ook miljoenen hits heeft, want er staan katten op. En dan denk je van, dit kan natuurlijk nooit wat worden, dit plaatje. Maar dat is niet zo. Uiteindelijk is dit echt een hit geworden waar iedereen op los gaat, zelfs de allerkleinste. Lucky King.